Keurigt, want u bent erg tegen dat 2G. Ja, nou, vandaag was ook het debat voor de regeringsverklaring. Dus we wilden natuurlijk iedereen scherp en goed bij de les houden. Dus geen ontkurkte champagneflessen. Nee, maar bent u er blij mee met dit onderzoek? Ja, want waarom ik daar blij mee ben, is omdat ik bij dat 1G, dus iedereen testen... Ik vind het belangrijk dat we als samenleving hier ook samen doorheen komen. En wat ik zag toen het 2G werd voorgesteld, waarbij een groep Nederlanders... wordt gezegd, jij kan hier dan niet naar binnen, dat de verdeeldheid enorm toenam. En ik vind het belangrijk dat we juist zicht houden op dat virus, dat iedereen ook bijdraagt... aan de bestrijding daarvan, aan het tempen daarvan. En dan helpt testen enorm. Dat blijkt ook uit andere landen. Dus ja, ik wilde heel graag dat er meer geïnvesteerd wordt in testen. En dit onderzoek laat ook zien dat dat helpt. En dat we daarin ook allemaal onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. En ik vind dat belangrijk. Dus ja, daar was ik blij mee. U had dit onderzoek eigenlijk niet eens nodig om tot dit standpunt te komen. Het helpt u wel? Het helpt natuurlijk enorm. Juist ook omdat je de aarzelingen in politiek Den Haag enorm zag... waar men vooral ook kijkt van ja, 2G zou toch een sleutel zijn. Daarvan zeg ik vind dat... sowieso geen verstandige oplossing. Nee. Maar nu blijkt ook gewoon praktisch gezien... met de Omicron-variant... dat je naar andere maatregelen moet kijken. Ja, dus